de keeper van Heracles eens een keer op de proef gesteld. Goeie actie nu van Elia. Voorzet mag er ook zijn en daar! Het doelpunt! Ja, het doelpunt voor Feyenoord via Kuyt. Maar de complimenten mogen naar Eltiro Elia, want die bereidt dit doelpunt voor. En dan denk ik dat Kuyt het laatste zetje geeft. Eerste echt gevaarlijke voorzet van Feyenoord. Drosten even uitgespeeld door Eltiro Elia met die voor hem zo kenmerkende actie. En dan is Kuyt hier de baas over Flederis. En vraag ik me af of Kuyt hem nou wel raakt of niet. Ik denk toch gewoon een treffer van Eltiro Elia. 1-0 Feyenoord. Elia de doelpunt te maken. En ja, toch Elia. Kuyt. Jurgensen Kuyt. Daar is Elia nog. Nou, dat zal de pijn verzachten. In de laatste minuut van de eerste helft verdubbelt Feyenoord de voorsprong met de man die twee minuutjes geleden even naar het achterbeen greep. Alsof hij last had van de hamstring. Maar hier is hij fit genoeg. Combinatie Jurgensen Kuyt en dan Elia in de draai. Toornstra. Komt Elia eraan? Ja, dan is het 2-0. Dat is lekker en makkelijk uitgespeeld. Het is 2-0 in de 36e minuut. De verdubbeling van de score. Als daar Toornstra wegloopt, geen buitenspel. En Elia binnendoor komt. En dat prima afmaakt. Elia, nu heeft hij hem klaar liggen. Toch nog even beter klaarleggen. Ja, waarom niet? Als je dit kunt. 2-0. Hij is er weer. En dat laat hij zien. Eltiro Elia. Maakt daar volgens mij nog een toespeling naar die voorpagina van het Algemeen Dagblad. Van al die geblesseerde spelers bij Feyenoord. Nou, Elia is er weer en Elia scoort. En binnen het kwartier staat Feyenoord met 2-0 voor tegen Go Ahead Eagles. Kuyt. Goed. Vilena. Daar is de ruimte. Vilena. En die gaat het dan zelf doen, waar Jurgensen goed aan de bal loopt. Elia, bom! Zijn derde. Had nog nooit in één competitiewedstrijd twee keer gescoord. Maakte nu gewoon drie. En ook op dit soort ballen is Elia haarscherp. Kuyt. Een tweetje, prachtig gespeeld. Wat een schitterend doelpunt. Elia beslist het. Na een schitterende 1-2 met Jurgensen. En dan scoort Jurgensen niet, maar heeft hij wel de 2 assists achter zijn naam. En is hij dus wel weer beslissend. Want Jurgensen ontwikkelt zich niet alleen tot de doelpuntenmaker, maar ook tot de koning van de assists in de Eredivisie. Controle met de borst bij Kramer. Elia. Eltiro Elia. 2-0. En dat begint met die verdedigende actie van Dirk Kuyt. En vervolgens beslist Elia de wedstrijd. Feyenoord heeft er weer de bal. En is alweer een goede bal onderweg richting Elia. Jurgensen rechts. Oh, hij gaat naar de linkerkant. Elia! Oi, oi, oi! Wat legt hij hem prachtig binnen. Wat een schitterende goal van Eltiro Elia. Jurgensen, waarvan je denkt, ja, rechts toch meer ruimte om daar wat succes te halen. Elia, voor het schot. Voor het schot! Oh! Wat een wereldgoal is dit, zeg! Wat een fantastische goal van Eltiro Elia.
Karsdorp, bal aan de voet, goede bal zeg. En de kans en de goal. En een hele mooie ook van Elia. Hij breekt het dan toch open. En daar zit wel wat gif, wat venijn in hoor, in die knal van de Elgeroy.